Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Go, let's go. Hij gaat eraf en er is maar één weg. Zij maken van mij een boef, dan zorg ik dat de politie me oppakt. Ja, dat is hij volgens mij. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Oh, ja, daar heb je hem niet ontsnapt. Daar zit hij, daar zit hij. Wie blijft er uit handen van Team Stuk? Lekker, jongen. Jachtseizoen. Dit is het jachtseizoen. Lopen. Pas eraan, hè. Eigenwijs ventje. Zitten. Zo, Hartwell. Jij denkt dat je van ons kan winnen. Zeker weten. Luister. We openen zometeen de deuren van jouw cel. En dan mag je een poging doen om te ontsnappen. Je krijgt van ons 20 minuten voorsprong, maar daarna komen wij direct in actie. Je krijgt van onze GPS-tracker mee en om de 10 minuten krijgen we exact jouw locatie door. Lukt het jou langer dan 4 uur uit onze handen te blijven, dan staken wij de jacht en dan ben je op vrije voeten. Maar lukt dat niet en we pakken je, dan ga je meteen terug de cel in. Is dat duidelijk? Duidelijk. Giel, wil je deze man alsjeblieft zo snel mogelijk terugbrengen? Dat is een cel. En als we op deze knop drukken, dan start het spel. Oké, daar ben ik klaar voor. Staan. Kan hij een beetje rennen, denk je? Ja, ik denk wel hard wel. Vandaag neemt Team Stuk het op tegen Robert van der Corput. Voor de rest van de wereld beter bekend als DJ Hardwell. Deze Brabander bestormt al vele jaren de internationale dancecharts, produceert muziek met de grootte der aarde en werd 2 keer uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. Maar gaat zijn fame hem helpen bij zijn ontsnappingspoging? We starten vanuit de voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Hartje, Utrecht. Na de ontsnapping uit zijn cel krijgt Hardwell 4 uur lang de tijd om uit handen te blijven van Team Stuk. Ik had dus ook teken niet mee. Ik heb even een raadseltje voor jullie, oké? Wie is dit? De duivel. Hard hell. Oké, jongens, kom op. Even, we moeten serieus zijn. Ja, oké. Inderdaad, boys. Kopie erbij. Want jullie tegenstander neemt het bloed serieus. Ik wil graag met het programma meedoen, omdat ik gewoon zeker weet dat ik uit de handen ga blijven van die jongens. Ik ga alles op alles zetten. Ik denk dat hij wel hulp heeft ingeschakeld. Ja, hij kent natuurlijk bijna alle DJ's ter wereld. Ja. Gaan we nog DJ's tegenkomen, denk je? Ja, dat zou ook gek worden. Die kans is wel aanwezig natuurlijk, hè? Sowieso de eerste rit natuurlijk geregeld. Daarna nog een hele grote verrassing. Een hele grote verrassing. Hardwell mag dan wel een grote verrassing voor de boys in petto hebben. Hij moet continu alert blijven, omdat de GPS-tracker die hij draagt iedere 10 minuten zijn locatie doorstuurt naar Team Stuk. Zij mogen na 20 minuten voorsprong de jacht openen in een bus vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Hardwell beschikt over niets. Hij heeft ook geen geld of telefoon op zak. En de boys proberen vast op basis van de startlocatie de strategie van onze boef te voorspellen. Utrecht, we hebben hier al vaker gespeeld. Je kunt overal heen. Een groot treinstation. Ja. Wat gaat hij doen? Van Nederland. Ik heb geen idee. Ja. Waarschijnlijk gaat hij naar Breda toe. Daar komt hij vandaan, woont hij nog steeds, kent hij heel veel mensen. Ja. Ik heb de andere afleveringen teruggekeken, van de fouten van anderen geleerd. Geen schijn van kans hebben die jongens. Het lijkt erop dat onze boef zijn huiswerk heeft gedaan. Dan weet hij als geen ander dat hij zich moet houden aan de regels. Hij mag namelijk nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En hij mag niet langer dan 20 minuten in hetzelfde voertuig zitten. Boys, ik hoop dat jullie vanavond goed kunnen slapen na het verlies. Dit wordt er een om nooit te vergeten. Dus hij is tot op de bot gemotiveerd. Ja. Hij gaat 4 uur lang proberen te spelen. Dus het is onze taak om dat dus... Ja, te voorkomen, hè? Precies. Ja, let's go. Hardwell is ontsnapt. En ook dit boefje heeft zoals gebruikelijk een ontsnappingsrit geregeld. En niet zomaar eentje. Hey, zo, hoeveel zijn jullie hier? Een dikke motorbende met als frontman collega DJ Nicky Romero staat onze kersverse boef op te wachten. Oké, voor we gaan ga ik eerst met jouw telefoon iemand bellen. Ja. Dat gaan we doen. Ik wil naar het zuiden, want mijn idee is om Rico op te zoeken.
Verhoeven. Ja, dus we moeten naar Halsteren. Rico Verhoeven. Deze oude bekende zou inderdaad een pittig grote verrassing voor Team Stuk zijn. Hardwell leent snel de telefoon van Nicky om een vriend te bellen. En dan kunnen wij ongeveer met een uurtje afspreken bij de BP bij Roosendaal. Dan kan jij zoveel mogelijk mensen gewoon oproepen om klaar te staan. Lukt dat? Kijk. En zo beginnen we, zo beginnen we. Hardwell laat niets aan het toeval over. De ontsnapping kan beginnen. En de motorbende verlaat in moordend tempo het drukke Utrecht. Op weg naar een andere wereldkampioen. Het zou zijn als we gewoon binnen een uurtje... Hardwell zit een kleine 10 minuten op de motor en voelt via de GPS-tracker dat zijn eerste locatie wordt verstuurd naar Team Stuk. De jongens zijn nog op de startlocatie aan het wachten voordat ze de jacht mogen openen. Hij zit al op de snelweg. Oh, hij zit al. Wow, yo, nu al? A27 richting het zuiden. Naar het zuiden. Hij is heel rap. Ja. Maar ik denk dat hij wel naar Breda gaat, zoals we voorspeld hadden. Hij gaat naar zijn woonplaats, dus zullen we lekker naar de auto gaan? Goed, de boys zijn er klaar voor. En dat zal ook wel moeten, want onze motormuis in oranje boevenpak is een flinke voorsprong aan het opbouwen. De 20 minuten achterop bij Nicky Romero zijn voorbij. Hardwell moet van voertuig wisselen. Dit is de vliegende start, jongens. Oké, dit is dus niet helemaal de bedoeling. Je mag als boef één ontsnappingsvoertuig regelen. En deze motor telt toch echt als een tweede voertuig. Wees gewaarschuwd, de volgende rit moet je toch echt zelf gaan fixen. Goed, de 20 minuten voorsprong zijn voorbij. En dat betekent dat Giel, Tammels en Stefan de jacht op deze beroemde DJ mogen openen. Kom op, jongens. Okay. Ik heb mijn handboeien. Ga hem pakken. Hoppakee. Gaan we weer. Oh, oh, oh. Nee, niks oh, oh. Hij is al voorbij, Woerden. Hij is richting Rotterdam, de A12. Ja, jongens. Deze motorboef heeft het verkeer goed kunnen omzeilen. En blijft voorlopig nog niet stilstaan. En terwijl Hardwell vol gas probeert om richting de gym van Rico te komen, probeert Giel om zijn collega's op scherp te zetten. Heb je er een beetje zin in? Ja! Ja? Ja. Nou, dan ga het nog een keer proberen. Heb je er een beetje zin in? Ja! Yes. Goed zo. Nou, dit tempo gaat zeker wel lukken. Tja, de boys zullen eerst nog het zeer autovriendelijke Utrecht moeten verlaten. Daar had onze voortvluchtige een stuk minder last van. Huh, waar zit hij nou? Nee joh! Jongens, ik denk dat we gewoon Breda moeten inzetten. Als hij naar Breda gaat, snij hem af. Die gozer is zo voorspelbaar. Ja, dat is wel waar hè. Als hij straks niet naar Breda gaat, dan sla ik jou. Nou Thomas, bereid je maar voor op een map van Stefan. Want op dit moment rijdt onze boef niet richting Breda, maar richting Halsteren. En op die route staat de brug open. Wij rijden naar Breda, dus we komen elkaar tegemoet. Afstand is wel groot, wij komen via een hele andere. Nog, maar over een kwartier niet meer. En dan moet je doorrijden. De 20 minuten op dit voertuig zijn bijna voorbij. Hardwell is genoodzaakt om bij de eerstvolgende afrit af te stappen. Waar moeten we naartoe? Er is hier niemand om te liften. Oh, hij heeft weer bewogen, Ja, richting Breda. Goed, we zitten goed, ja, we zitten goed. Beneden. Hardwell staat op een afgelegen afrit naast de snelweg. Er zijn hier gewoon geen mensen. Nee. Robert weet hier niet zo 1, 2, 3 een lift te regelen. En daardoor kan Team Stuk flink inlopen. Hij staat op een plek met alleen maar weilanden. Huh? Dit is echt een rotplek waar je staat. Dat zie je goed, Thomas. Hardwell heeft het inderdaad heel moeilijk. Op dit punt stopt niemand. De paar auto's die hier de weg verlaten zijn zijn enige kans. Ja, alsjeblieft heel snel naar Rico Verhoeven brengen. Alsjeblieft. Waar ben je zelf? Denk. Halsteren. Ja, top. Ja. Dankjewel. Oh, dit is op het nippertje. Ja, we staan echt op een punt waar niemand is. Deze manier is die voor ons mee te nemen. We zijn precies op tijd verwijderd. Nog 14 minuutjes van Rico. Nou hoop ik, dat is ook nog de vraag, of hij er überhaupt al is in de sportschool. Oké. Hier neemt ons boefje dus wel een klein risicootje. Hij is namelijk onderweg naar de gym van Rico Verhoeven. Zonder te weten of de King of Kickboxing daar ook daadwerkelijk is. En of hij überhaupt tijd heeft om te helpen. Bij Team Stuk gaat het er allemaal nog erg zen aan toe. Jongens, daar loopt hij, Ik kon helemaal niet. Dit is een hartverzakking, hè? Dit is gewoon 10 jaar van mijn leven. Ja. Gaat het met je hart niet zo wel? Ja. Oké, maar laten we geen hartwel grap meer maken. Nee, laten we dat niet meer doen, nee. Very well. Dus ik denk serieus dat hij best wel slim is. Ik denk dat hij best wel smart wel is. Ik denk dat ik gewoon hier de auto langs de kant zet, want het gaat niet heel wel met mij. Doe nog eens zo. Het klinkt wel een beetje als een hartbel. Misschien is hij een beetje onrust in de stad aan het veroorzaken. Creëert hij een soort van hartrel.
Ik ga denk ik weer die buts in doordoen, want ik kan dit gewoon niet verdragen. Ik ga gewoon lekker muziekje luisteren. Ik ben helemaal klaar met die kutgrappen van jouw vriendin. Ja, het eerste uur is voorbij. En dat ging best hard wel. Onze voortvluchter ontvangt inmiddels de afstand tot team stuk op zijn smartwatch. 35 kilometer van de jongens verwijderd. Hey, ik denk dat ik zo meteen even afstand Rico de rest van het potje met hem gaan boksen. En dan op mijn gemakje even training afronden. Die jongens zijn er lange na niet. Rico is een hele goede maat voor mij. Ik wilde sowieso naar het zuiden. Ik wil me omtrent Breda bevinden, waar ik natuurlijk vandaan kom. Daar voel ik me het meest vertrouwd. Maar dat weten die jongens ook. Daar heb ik over nagedacht. Ik dacht van oké, wie woont er in de buurt? Maar niet in Breda. Ja, dat is Rico. Team Stuk zet nog steeds koers richting Breda. Maar Giel is klaar met achter het stuur zitten. Taxichauffeur, tijd voorbij. Wisselen. Kom op. We gaan nu echt even gas geven, hè? Lekker. Nou, welkom achterin. Zo, dit is voor de eerste keer dat ik hier zit. Oké, ja. We hebben een nieuwe locatie. Staat de lift, hè? Ja, nee, hij staat te liften. Nee, hij is op die weg. Nee. Hij staat ergens langs, hoor. Een liften, ja. Wat is dat voor pand? Kom op, guys. Zien jullie nou niet dat Hardwell nu bij de gym van een oude bekende loopt? Maar kun je me alsjeblieft helpen? Wat doe je? Jachtseizoen, jongen, jachtseizoen. Deze man, ja. Ben je aan het trainen? Ja. Kan je me alsjeblieft een stukje wegbrengen? Snel. Mag ik weg? Dankjewel. Nou, even snel shit aan. En... Oké, snel. Dan vraag je wel hulp, hè. Moet die man weer omkleden. Ik zit hier maar te stressen. Rustig aan, Robert. Boeven helpen elkaar. Maar Hardwell heeft hier wel bizar veel geluk. Het is dat ik weg mag van mijn trainer. Dat is überhaupt... En als je bij de King of Kickboxing instapt, dan weet je zeker dat er meters gemaakt worden. Let's go. Oh, shit. Ik word helemaal zenuwachtig van die piep. Ze weten nu dat ik bij jou in de auto zit. Dus nou moeten ze eigenlijk bellen. Holy fucking shit. Wat is er? Dit is Rico. Wat de... Nee, wat? Je gaat mij niet vertellen dat dit toeval is, Rico. Zeker niet. Hij zit bij Rico in die auto. Kijk hem boos kijken, joh. Druk deze jongen weg. Druk alsjeblieft deze jongen weg. Ik hou van jullie. Sluit af. Ze hebben opgehangen. Shit. Hoe ver is naar die airport? Ik ga het daar opzoeken. Maar Breda Airport? Gap. We moeten erheen. Teamstuk is eindelijk wakker. Aangezien Rico de mannen vorig jaar een lelijke streek heeft geleverd op Airport Breda, besluiten de boys daar meteen naartoe te rijden. Oh, ik hoop dat ze nou in die bus aan het stressen zijn, man. Holy shit, hij zit gewoon hier, hij zit op deze weg. Ze rijden nu wel naar ons toe. Hij zit hier, ja, je moet er wel weg door. Hij zit hier, wat de hel! Kijk, ik zweet nog steeds. Ik ben de rechtstreeks uit de training, huppatee. Top. En die piep is geweest. 5 minuten voor ons. Ja, nog niet één. Ja, hij zit hier. Oh ja, 5 minuten voor ons, ouwe. Is er genoeg tijd voor Hardwell en Rico om hun plan te laten slagen? Want Team Stuk rijdt vol gas op Breda Airport af. Zet hem maar neer, gewoon kijken. Draai jij de auto? Ja, ik denk dat we daar moeten zijn. Hey boys, kijk eens even welke grote verrassing nu het parkeerterrein blokkeert. Zo, ja, daar zit hij! Ah, ja, fuck, daar zit hij! Dat is kut, Rico! Kom hier met je auto! Kom maar hier! Hij zit er niet in! Hij zit er niet in! Zet hem weg! Eikel! Kom op, jongens, we verliezen tijd! Instappen! Rico, het gaat je goed, jongen. Dankjewel, hè. Kom op, safe! Ik haat je nu. Ik haat je even. Ik haat je heel even. Maar heel even. Maar hij is hier wel afgezet, jongens. Ja, Hardwell is inderdaad enkele minuten geleden door Rico afgezet. Maar niet op het vliegveld. Want kunnen jullie je nog het eerste telefoontje herinneren wat Hardwell direct na zijn ontsnapping heeft gepleegd? En dan kunnen wij ongeveer met een uurtje afspreken bij de BP bij Roosendaal. Oh, die vriend van mij staat er. Lekker. Maat, dankjewel. Ik ga meteen rennen. Dankjewel, hè. Dankjewel. Als je het gehad hebt. Doe ik. Later. Goed kijkers, jongen. Oh man. En deze vriend zou toch nog meer proberen te regelen? Bos staat klaar in Breda. Ja? Ik heb Edwin geregeld, die ligt met zijn boot klaar. Ligt Edwin zijn boot klaar? Een boot dus. Deze boef gaat te water. Maar zal daar eerst natuurlijk wel naartoe moeten. Zonder al te veel moeite, want 20 minuten later staat er op het tankstation al een nieuwe lift op de ontsnapte DJ te wachten. Zo, Bas, kom jou de auto in, jongen. Oh. Team Stuk volgt op enkele minuten afstand. Niet wetende dat Robert al lang weer weg is, controleren ze de laatste GPS-locatie. Okay, jij checkt tankstation, ik rij naar de achterkant, zie ik je daar. Yes. Stop maar hier, dan kan hij meteen instappen. Heeft u toevallig iemand in een oranje pak gezien? U heeft niet gezien? Oké, dankjewel.
Niet gezien, maar hij is hier 100% geweest. Let's go. En zo verstrijkt het tweede uur van deze ontsnappingspoging. 7 kilometer. Dat is niks. Niks. Nada Noppis. Dan raakt hij sowieso in paniek. Hij is nu in paniek aan het gaan. Paniekos. 7 kilometer van je verwijderd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die 7 kilometer toch wel een beetje voel. De spanning stijgt en Hardwell moet op zoek naar een volgende lift. In blinde paniek vraagt hij de eerste en de beste mensen met een auto om hulp. Meneer. Wacht even, ik ga gewoon politie vragen, maakt me echt niet uit. Je mag dan een wereldberoemde DJ zijn. Ook jij moet gewoon wachten op de politie. En hou je er wel rekening mee dat je erbij loopt als een ontsnapte crimineel? Nou, mooi pak aan. Ja. Zouden jullie mij alsjeblieft een stukje kunnen meenemen? Maximaal 20 minuten. Ja, wij moeten weg richting Drimmelen, dus... Ik moet naar Drimmelen. Oké. Maar we moeten wel even opschieten, want wij moeten nu weg. Maar echt? Ja. Oké, let's go, we gaan gewoon. Oh even, hoort de politie deze boeven niet gewoon naar zijn cel te brengen? Jachtseizoen voor Stuk TV. De agenten kennen blijkbaar het programma niet, dus Hardwell legt het even uit. Ik zit nu 7 kilometer achter me vandaan. Oh, yeah. Dit piepje. Yeah. Ze krijgen nu mijn locatie door, dus jullie moeten richting Drimmelen. Ik moet er zijn, want er staat een boot klaar. Ik heb een nieuwe locatie. Hij staat bij Oosterhout. Typ nu in Oosterhout. Hij is aan het liften, zie je? Nou, dit boefje is alweer gevlogen. Maar blijkbaar hebben zijn agenten geen idee wie er eigenlijk bij ze in de auto zit. Jij hebt wel een bekend gezicht, man. Ja, ik ben niet DJ, Breda. Hardwell. Serieus? Ja. Oh ja, ken je? Ik denk dat die jongens gek worden als ze weten dat we in een politieauto zitten. Nou, zij maken van mij een boef. Zorg dat de politie me oppakt. Oké, dat is eigenlijk de taak van Giel, Thomas en Stefan. Maar die staan momenteel stil langs de snelweg. In afwachting van een volgende GPS-locatie. Links is Breda. Dit rechts is Gorinchem. Daar draai je meteen rechts hierop, de bocht. Okay. Links is Breda, dan ga je daar erop. Breda, Gorinchem. De politie maakt ondertussen van de gelegenheid gebruik om een dealtje met deze topcrimineel te sluiten. Ik wil dank u dat jullie deze uitzondering willen maken. Elk jaar hebben wij een teamdag, dus dan wachten we even 10 minuten om draaien dan. Is goed, nee, dat is goed, dat komt goed. Dat gaan we regelen. Kijk, voor wat hoort wat. Hosselen gewoon de hele dag door. Is dit een biesepas hier? Dat is kut. Rechtdoor. Ah, we hadden door moeten draaien. Hartelijk bedanken. Dankjewel. Dankjewel. Als je ze nog tegenkomt, dan pak je ze goed aan, hè? Hey, boot gevonden! Wow. Dankzij zijn allereerste belletje ligt er nu een boot klaar om Hardwell mee te nemen. Het is nog geen overwinning, maar dit is wel 4 minuutjes. Krijgen ze de locatie op het water. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. We gaan gewoon, kom. Team Stuk mag dan wel een nieuwe bus hebben dit seizoen. Het is helaas geen amfibievoertuig. Hij zit in het midden op het water. Hij heeft sowieso een boot. We gaan nu meteen omdraaien. We gaan meteen omdraaien. We gaan hier de snelweg op, we gaan er bij Hank af. We gaan naar Hank. Zeker? Ja, hier rechts eraf of links eraf, omdraaien. Kijk dan! Heb je hier vaak geweest dan eigenlijk? Nee. Ja, dat is één ding, hè. We moeten binnen 20 minuten van de boot af. Hij mag maar 20 minuten op die boot. Als hij zo meteen naar boven gaat, dan kunnen wij nog altijd zo pappen. We moeten eigenlijk, als we echt lekker bezig zijn, moeten we hier ergens een aanleghaven vinden. Waar we denken dat hij heen gaat. Ja, ze hebben nu mijn locatie gekregen. Ik maak me echt gewoon niet druk. Hey, kijk dan, hier zit wel een viaduct. Kijk, hij kan er hier afgezet worden. 21 minuten. Ah, 21 minuten? Ah, maar luister, hij zit nog op het water, man. De boys hopen Hardwell te onderscheppen bij een jachthaven. Maar wie zegt dat deze boef van plan is om aan te meren? We hebben even een plan gesmeden. De boot naast ons gaan we zo in overstappen. Maar dat doen we niet in de haven. We zijn zo meteen 20 minuten op de boot. Dan wordt mijn locatie gedeeld. Dan staan we recht onder de A16. Dan kunnen ze niet zien of we op de boot zitten of dat we daadwerkelijk in een auto zitten. Via de boordradio is er een nieuwe boot geregeld om op over te stappen. Maar Team Stuk is dichterbij dan Robert denkt. Deze brug is kut, hè? Deze brug is fucked up, want hier kunnen we hem gewoon zien misschien. Dit is niet normaal. Van boot naar boot. Onder de A16. Waar is die verrekijker? Check daar links. Kijk, daar gaat een speedboot daar. Daar gaat één speedboot. Zo. Zit die op? Hij zit op die. Nee joh. Ja, dat is die volgens mij. Ja, dat is hem, serieus! Hij gaat eraf en er is maar één weg. Kijk maar. Ja. Wat nou als hij nog een boot heeft? Nee, dat heeft hij niet.
Nee jongen, zo slim is je ook weer niet. Nou Giel, in principe zit Hardwell vaker op een luxe jacht dan dat jij op de play zit. Dus tuurlijk probeert hij om nog een boot te regelen. Meneer, zouden we mee mogen varen? Ja, we moeten richting Drimmelen. Auto's, politieauto's, boten. Ik hossel de hele dag maar raak. En terwijl Hardwell probeert over te stappen op zijn kersvers gehosselde boot, rijdt Team Stuk een onverwachte blokkade tegemoet. Krijgen we nou tol betalen? Tol, heb je geld bij je? Geld? Een portemonnee zit in mijn jas. What the fuck, vriend? Hoezo is hier tol? Waar is je jas? Oh, hier is hij, hier is hij. Go, go, go. Je moet nog gaan betalen om een boef te vangen. Huppakee, €2. Nou, dat zijn geen dure kaartjes hoor, om Hardwell te zien. En dan moeten ze zo meteen terug, moet ik zeker weer gaan betalen. Ja. Dit is zo kut. Ondertussen is onze boef midden op het water aan het overstappen. Nou, alweer zijn derde boot. Hoppakee. Hoi, ik ben Robert. Hoi, Robert. Dus deze mensen onderweg naar Dordrecht. Dat is op de route terug. En dan moeten we daar eigenlijk dus nog een vierde boot zien te regelen. Die ons terug gaat brengen naar Drimmel. Hij zit nog steeds op het water, ja. Echt, zie je? Hij heeft meerdere boten. Hij heeft meerdere boten dan. Wat is daar? Paal, kampeerplaats, oeverlanden, Hollands Diep. En dat is 12 minuten rijden en ik kan je zeggen... Daar gaat hij al. Daar gaat hij heen. We zitten helemaal top. Hij heeft 8,5 kilometer voorsprong, jongens. Niet veel. Team Stuk is 8,5 kilometer van ons vandaan. Hardwell moet met zijn boot terug richting Drimmelen. En de 8,5 kilometer voorsprong voelt dan toch als een hete adem in zijn nek. Hij gaat aanmeren, pik. We zitten top, ouwe. Tijd voor de ultieme troef. Hier komt de opleidputter. Offline! Waarom gooit hij hem aan? Heeft hij ons gezien? Nee. Het is rechtdoor rijden. Hij is geschrokken van de afstand. Wacht, ik weet de route ongeveer uit mijn hoofd. Ja, het is rechtdoor, toch? Team Stuk is offline en kan 10 minuten lang geen gebruik maken van hun telefoons, tablets en navigatie. Ze rijden op geheugen richting de jachthaven waar ze verwachten dat de boef gaat aanmeren. Ik heb de offline button ingezet, zodat ze niet weten dat we dus terug proberen te komen in Drimmelen. Hetzelfde gaat zus op het water, we moeten om ons heen kijken. Elke 5 minuten is gewoon een killing. Het laatste uur van de jacht is inmiddels ingegaan. En het GPS-signaal wordt elke 5 minuten verstuurd naar Team Stuk. Die zijn alleen nog offline, dus kunnen voorlopig niets anders doen dan hun plan voortzetten en een kijkje nemen bij de jachthaven. Even kijken, misschien is hij hier. Fuck, we hadden die verrekijker mee moeten nemen, gek. Zelfs met een verrekijker zou je niet zien aankomen dat Hardwell nu voor de derde keer een overstap gaat maken op het water. Zouden jullie ons naar Drimmelen kunnen varen, alsjeblieft? Oh. Ja. We zijn weer online, jongens. Fuck, hij is wel bij die ene... Huh? Hij is dus teruggevaren, waar we wel de hele tijd hebben gezeten. Ja, man. Hoe lang blijft die gast op het water zitten dan? Hallo? Nou, deze boer vaart wel. Maar hij voelt zich toch niet helemaal als een vis in het water. Serieus, dat cruciaal op dit laatste stuk. Dat we heel snel een lift fixen daar in Drimmelen. Hebben we een probleem. Ja, hij blijft op het water. We moeten een boot regelen. Nou, gaan we weer tol betalen, schatjes. Dit grapje kost mij €4. En nog steeds geen Hardwell. Robert staat op het punt om aan te meren. We gaan eruit. Dank jullie wel. Okay, let's go. Edwin heeft gebeld. Oké. Okay. De vriend van de eerste boot heeft rondgebeld. En nieuwe helpers gevonden die Robert vanaf de jachthaven verder kunnen helpen. Weet je wat? We rijden gewoon richting de barbecue van Joosje. Bavel gewoon dan. Gewoon hou maar bavel aan. Het ziet er goed uit voor onze boef. Maar hij voelt zich toch niet op zijn gemak. Oké, weet je wat eigenlijk wel is? Dat we ze nu tegen gaan komen. Ze komen op deze weg, komen ze deze kant weer. Oh, ik leer te stressen. Hoe is dit? Hij zit op die weg, ouwe. Ja, dit komt top. We gaan gewoon tegemoet komen dan ineens. Ik ben even plat gaan liggen, want ik ben gewoon bang dat die jongens tegen het lijf gaan rijden. Zelfs met 2 helpers in de auto's achter hem is Robert nog niet zeker van zijn zaak. En terecht. Oosterhout. Oh shit, go. Drie minuten. Kijk, en dan rijden we ze dus weer te voet. Nee, P, stop daar. Oké, Bartje, zie je straks. Kom naar die barbecue. Okay. Go. Yes, go. Maakt niet uit. Gewoon doe maar richting Bavel. Het staat helemaal vast, man. Oh, maakt me niet zo stressvol. We staan nu vast hier. Robin, je moet je deur op slot doen. We kunnen in ieder geval niet de deuren opentrekken. Ze zijn hier. Ik weet dat ze gewoon elke auto aan het scannen zijn. Is dit voor zieke auto? Als je daarin zat, dan weet je. Dan word ik gek, hè? Nee, maar check die blijft de locatie checken. Ja, nieuwe locatie. Ja, oh, hij zit echt heel dichtbij. 3 minuten! Ik zie ze niet. Ik word een beetje overmoedig nu, omdat ik ze niet zie. Het is 3 minuten! Daar is hij! Veilig, rijd door! Damn! God
langs. Snel bij Bob. Later. Hoe kan dat? Hij zit fucking dichtbij. Wat is dat voor scheidweg? Waarom is hij zo druk? Ik had vanavond een barbecue op de planning staan. Alleen mijn vrienden, die zouden er om 6 uur zijn. Ik had gezegd, nou, ik ben er om 8 uur. Maar we zijn nu zo dicht in de buurt. En Stuk TV niet. Ik zeg gewoon, weet je wat? We gaan gewoon nu naar de barbecue. We gaan precies de eindsprint daar halen. En ook team Stuk zet de eindsprint in. Nou, gaan we gewoon rechts, joh. We gaan rechts. Jij bent vol blazen. Van die kant in ieder geval. Weet je, dan kunnen we in ieder geval beperken we het verlies. Want jongens, we moeten concluderen, het is op 4 minuten, het is 9 minuten rijden. Laatste stuk. Ja, we hebben hem gehaald, we hebben hem gehaald. Laatste stukje naar de barbecue. Ja, we zijn er. 2, 1, ja! We hebben hem. Giel, Thomas, Stefan. Ik had jullie echt hoger ingeschat dan dit. We hebben gewoon verloren! Again! Ik zeg je eerlijk, de 4 meest stressvolle uren van mijn leven, maar... Stuk TV, Stuk TV. Als we nou echt grote fouten hadden gemaakt, had ik het nog kunnen snappen. Maar ik heb 4 uur intens, met opperste concentratie, naar die schermen staan kijken. En hij zit niet in die bus, of wel? Nee, ja, ik heb net... Nee, hè? Ik ga de barbecue aansteken, jullie mogen komen eten. Ja, jongens, wel een compliment echt voor ons gedaan. Hartelijk wel gefeliciteerd. Ik baal je wel enorm van. Deze heb ik niet meer nodig. Ik ben op mijn afspraak op de barbecue. Ik zeg, hey, jongens, later! We gaan naar de volgende jacht. Misschien gaat die wel goed. Het is Hardwell gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Tijdens het eindsignaal was zijn afstand tot de jongens 9 kilometer. En dat betekent dat deze DJ ook in het jachtseizoen de nummer 1 positie pakt op de ranglijst. Wil jij nou thuis ook het jachtseizoen spelen? Download dan nu heel gauw onze app, het jachtseizoen. En laat ons in die app weten welke boef volgens jou de allerbeste boef is van de afgelopen seizoenen. En die boef die krijgt van ons de beste boef award. Ja, fuck! Kut! Man! De champ is hier! Maak daarmee een kans op een Samsung Galaxy S10 die je kan ophalen in jouw dichtstbijzijnde mediamarkt. Yes! Ga het jachtseizoen spelen! Yay! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mediamarkt. Altijd op zoek naar de wow voor jou.